Nou, het is natuurlijk, zoals de Engelsen zeggen, een festive season. En dat betekent een beetje reflecteren met elkaar, samen zijn, heerlijk tafelen en ook lekker eten. Ja, daar heb je goede tafel voor nodig. Dus ik ging een kijkje nemen bij Bruuts van Urban Sofa voor een feestelijke tafel. Christina, wat ziet dit er gezellig uit. Ja, welkom. Tijdens de feestdagen brengen we natuurlijk heel wat uren door aan een goede tafel. En dan moet je lekker kunnen zitten. Hè? Wat een mooie stoel ook. Staan erbij hier. Ja, dit is de Matteo stoel. Mm-hmm. En die door zijn ronding zit hij heel lekker in je rug. Hè? Dit is een ovale tafel. Is heel ruim. Ja, we hebben er nu voor 6 personen gedekt. Er zit een spijderpoot onder, waardoor je heel veel stoelen eraan kan schuiven. Zijn er nog andere poten beschikbaar? Je hebt ook U-poot, je hebt ook een X-poot. En als ik dan niet van hout hou, ik wil een houten blad, maar iets van metaal onder? Ja, staal zijn ze er ook. Oké, nou, ik vind het mooi. Heb je nog andere leuke feesttafels? Oh, ik heb nog veel meer. Voor tweede kerstdag, gaan we kijken. Dit is een heel ander type fatei, toch? Ja, dit is de nieuwe stoel, de Quinten. De Quinten. Oh, hier blijf je in zitten. Ja, dit is lekker door dat extra kussentje in de rug. Uh-huh. Het mooie is, hij zit vast, dus je krijgt niet dat al die kussentjes scheef gaan zitten. Nog langer tafelen, wauw. Ja. Dit is ook een nieuwe stoel, dat is de Evans stoel. En die kan je ook helemaal zelf samenstellen. Met de armleuning, met een opening in de rug. En die tafel, wat robuust zeg. Ja, dit is een hele mooie boomstamtafel. Dus er ook geen één hetzelfde. Deze heeft ook een hele mooie grove blokpoot. Ja, en hoe werkt dat eigenlijk? Je had het over je eigen tafel samenstellen. Hoe doe je dat dan? Nou, je kan natuurlijk altijd naar een van de winkels gaan om je te laten adviseren. Maar kan ook thuis kijken op de configurator. Dat werkt heel makkelijk. Je kan de vorm van het blad aangeven. Mag ik eens even proberen? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Oh ja, rond, ovaal. De maten kan je ook eventueel aanpassen. Ik ga nog even kijken hoor. Leuk dit. En dankjewel voor alle informatie. Ja, heel graag gedaan. En wil je meer informatie over Bruuts of Urban Sofa, dan kan je natuurlijk naar onze site. rtl.nl/winterwereld.